sta hier voor de markt van Roeselare. In een modern tentje, door een moderne kunstenaar. Maar de markt is eigenlijk al meer dan 500 jaar en nog veel langer het kloppend hart van onze stad Roeselare. Het is eigenlijk ook mijn favoriete plek. We hebben natuurlijk het Wielermuseum, we hebben de brouwerij Rodebach, we hebben het kasteel in Rumbeke. Maar vooral belangrijk zijn die kleine onbekende straatjes in de stad. Die kleine pleinen waar zowel het marktgevoel, die Roeselaarse commerce en de mooie winkels samengaan met horeca, met gewoon genieten op elk moment van de dag en elk jaargetijde. Dat is mijn Roeselare. Als haven van toerisme is het niet zo eenvoudig om één plaatsje naar voren te schuiven. Wij hebben zeer mooie plaatsjes in Simbasvijven, ook in Ooijhem, maar voor mij gaat er een minder bekend plekje naar voren en dat is in onze 13e Liniestraat aan de Oude Leiearm, een mooi stukje open natuur. Het project van de Heerlijke Hullebeek is eentje waar de gemeente volop op inzet, omdat het gaat over het herwaarderen van uw open ruimte. Maar ook het omvormen van een heurrijke beek, vroeger ook een stinkende beek, tot een heerlijke Hullebeek. We hebben gewerkt de voorbije jaren aan het Groenland Hullegem, het Groenland Moorselen. Ook de provincie investeert fors in het provinciaal domein Den Berlen. En hier staan we eigenlijk langs een nieuw wandel- en fietspad dat we hebben aangelegd. En op die manier willen we het eigenlijk mogelijk maken dat de bezoeker, de recreant, maar ook de inwoner natuurlijk, op termijn kan fietsen. Vanaan de oude spoorwegbedding Roeselare-Menen. Langs de Hullebeek tot in Kuurne, waar de Hullebeek mondt of uitmondt in de Leie. Zo werken we stap per stap aan die heerlijke Hullebeek. Mijn favoriete plekje, en nu speel ik even uw greeter op dit moment, als schepen van toerisme weliswaar, van de prachtige gemeente Zulte met zijn drie deelgemeentes Zulte, Oost en Machelen. Dus ik ben even diplomatisch op dit moment. Maar ik ben de greeter van dit prachtige kapelletje, Onze Lieve Vrouw ten Dale, hier in de wijk Kapelhoek in Zulte weliswaar. Ik woon hier dichtbij, vandaar ook mijn keuze. En ook mijn dochtertje Amélie is hier gedoopt enige jaren geleden. Dus dat schept toch wel een band om dit even aan u voor te stellen. Dit ligt op een kruispunt. Kruispunt vroeger, in de einde van de 15e eeuw. Maar ook vandaag waar fietsers, wandelaars, mensen die graag een glaasje drinken en die ook graag eens naar de kerk komen, elkaar kunnen ontmoeten op een zeer aangename wijze. En het is toch ook een stil plekje binnen Zulte waar veel mensen graag eens stoppen. Mijn favoriete plekje hier in Nazareth is ongetwijfeld de Lindendreef, hier niet ver van het dorp van Nazareth. En ik moet zeggen, daar kan ik echt tot rust komen na een hele dag hier op het gemeentehuis even vergaderd te hebben. Ik kan er zelfs te voet naartoe, zo dicht is het hier bij de dorpskern. En daar staat mijn favoriete bankje, waar dat ik echt dan kan zitten kijken, genieten van het uitzicht op de weides die dus naast de dreef liggen. En de koeien en de paarden, die brengen, ik zeg het, mij echt tot rust. Nu, ik moet zeggen, heel vaak zit ik daar ook niet alleen. De dreef wordt heel vaak bezocht, ook door andere mensen, die inderdaad ook willen genieten van die rust hier in de dorpskern.